De eerste stelling die komt hier mooi achter ons. Administratie- en controledruk in de zorg is onaanvaardbaar hoog. En die administratielast in de zorg is een veelkoppig monster. Het komt voort uit die zaken die wij willen vanuit de wetenschappelijke vereniging, vanuit patiëntenvereniging met kwaliteitsregistraties. Verzekeraars stellen eisen, ook de politiek stelt eisen. Ik neem graag mijn verantwoordelijkheid voor het deel van de regels waarvan u zegt, als u ze opruimt, dan kan ik mijn werk beter doen. Nou, als je vanochtend hebt geluisterd en dank aan de 8 inleiders, dan kun je dat alleen maar met een ja beantwoorden. En volgens mij, ik haal er 3 lijnen uit die ook in ons verkiezingsprogramma terugkomen. 1 is van wantrouwen naar veel meer vertrouwen. Het tweede is van concurrentie naar veel meer samenwerking. En het derde is complexiteit moet omlaag. En het kan alle 3. Dus op sommige terreinen moet je gewoon tegen bijvoorbeeld hoogspecialistische zorg zeggen, we gaan het gewoon beter plannen. Niet meer concurreren, maar plan het en spreek het af wie wat doet. Of sommige dingen, eerste lijn, met allerlei disciplines samenwerken in de wijken. En complexiteit, ja, waarom moeten verzekeraars, ik ben niet voor 1 verzekeraar, maar ik ben er wel voor dat ook verzekeraars samenwerken. Laat 1 verzekeraar de inkoop doen in 1 regio en laat daar tegenover de ziekenhuizen bijvoorbeeld samenwerken. En met die verzekeraar afspraken maken, hoe gaan we zorgen dat de zorg compleet is en dat er geen verspilling is, dus geen dubbel werk. Met samenwerken komen we veel verder en minder complexiteit is echt mogelijk. Helder. Mijn vraag aan u is ook wel, hoe gaat u dat dan vormgeven? Gaat het, want tot nu toe wordt dan ook vaak tegen het veld gezegd, nou, succes. Hè? Nee, maar dan moet je belemmeringen opruimen. En moet je gewoon wetgeving aanpassen. Dus als er zijn heel veel initiatieven tot samenwerken in de zorg en steeds lopen ze aan tegen het feit, het mag niet, want marktwerking, want u moet met elkaar concurreren. Dus als we nu de mededingingswet aanpassen en samenwerking op deze terreinen toestaan, wettelijk regelen, dan kun je ook ruimte geven voor dit soort dingen. Hetzelfde geldt voor afstemming en planning voor hoogspecialistische zorg. Daar kun je ook de wet op aanpassen. Dat is gewoon een wet op bijzondere medische verrichtingen. Als je deze type handelingen en specialistische zorg daarin onderbrengt, dan is het voortaan toegestaan en zelfs verplicht om het samen te doen, te plannen en te organiseren. Dus u zegt niet alleen vrijwillig, maar zelfs verplicht om meer samen te gaan werken. Dat is wat Zeker. U zegt. En op onderdelen is dat ook echt onvermijdelijk. Wat we niet moeten doen als politiek is tegen de zorg zeggen, ja, maar jullie moeten gewoon wat efficiënter gaan werken. Wij moeten verbieden dat dit kan. Zorgverzekeraars moeten op deze manier niet met elkaar concurreren, want dat is waar de grote controledruk vandaan komt. Als je op 25 verschillende manieren jezelf moet verantwoorden, dan kom je nooit aan je echte werk toe. U bent niet voor 1 verzekeraar, begrijp ik, maar wel dat ze allemaal hetzelfde gaan doen. Exact. Ja, nee, oké. Okay. Maar goed, maar laat mij dat uitleggen. Kijk, ik geloof, ik ben een idealist. Maar ik geloof als je echt iets voor elkaar wil krijgen, dat je het ook een beetje praktisch moet bekijken. En als je nu naar 1 verzekeraar toe zou gaan, dat kost 10 jaar, kost vele miljarden. Terwijl je hetzelfde kan bereiken door de concurrentie uit het systeem te halen. En, ik denk dat de macht van zorgverzekeraars gebroken moet worden. Maar er wordt ook goed werk gedaan door zorgverzekeraars. En dat goede werk wat ze doen, dat willen we overeind houden. Mijn antwoord is ja. Die druk is veel te groot. Dat horen we niet alleen vandaag, maar al jaren bij heel veel werkbezoeken. Maar wat mij eerlijk gezegd wel een beetje dwars zit, is dat ik 4 jaar geleden en 8 jaar geleden dezelfde stellingen hoorde en hetzelfde debat had. En dat zit mij eigenlijk dwars. Denk, hoe kan het dat we met z'n allen het vinden, niet alleen de mensen uit de praktijk, maar ook de mensen in de politiek, en het gebeurt veel te weinig. Het is erger geworden, omdat je er niet over gaat. 2 punten zou ik daarbij willen noemen. In de eerste plaats is het belangrijk, denk ik, om een vast en duidelijk moment te hebben waarin we de regering uitdagen. We hebben dat vorig jaar gedaan. Kom nu met een schrapwet voor de zorg. Gewoon schrappen van regels. Laat het veld daar inspraak in hebben. Laat iedereen erover meedenken. Een duidelijk vast moment per jaar, gewoon een schrapwet. En we wachten nog op de eerste schrapwet. Het is aangekondigd. Dat is een concrete eerste stap. En in de tweede plaats, ook bij al die andere debatten, als we het niet over de lastendruk hebben, maar we het gewoon hebben over de kwaliteit of over zorg en dwang en al die andere goede doelen, dan zijn we met elkaar weer heel gauw bezig om weer nieuwe regels te verzinnen, die weer nieuwe rapportages opleveren, nieuwe plannen geven, nieuwe indicatoren. Stop daar dan ook mee. Stop met het gestold wantrouwen. Geef meer ruimte aan die professionals.
Ja, kijk, ik wil heel graag beloven dat ik regels ga schrappen, maar ik ga over de meeste regels niet. De regels die worden bedacht in de hoofdkantoren in Zeist, Zwolle, Groningen en Eindhoven, want daar zitten onze grootste zorgverzekeraars. En ik zou in die schrapwet graag één ding als eerste willen noemen om te schrappen, en dat is de zorgverzekeraars. Zij zijn een overbodige regielaag die heel veel werk genereert voor ziekenhuizen in hun inkopen, bureaucratie, ook voor patiënten. Mensen die moeten aantonen dat ze incontinentiemateriaal nodig hebben, alsof je dat voor je lol aanvraagt. Als je dat weghaalt, dan kunnen wij met elkaar het gesprek gaan voeren. Beste professionals, wat heeft u nodig voor goede medische dossiers, voor de overdracht en voor kwaliteitsregistratie? Ik denk dat we dan naar een derde kunnen van wat er nu gebeurt. Ja, als ik kijk naar de stelling, dan ben ik het daarmee eens. En dat zal ook niemand zal hier straks zeggen dat dat niet zo is. We weten dat uit de inleidingen van vanmorgen, maar we weten dat natuurlijk ook al heel lang vanuit de praktijk waar we mee te maken krijgen in de politiek. Wat we gedaan hebben in de Kamer en waar we mee door moeten gaan is inderdaad wat Kees van der Staaij aangeeft, en het is ook een motie geweest van het CDA en D66, is om te kijken wat zijn nou overbodige regels? Want er zijn natuurlijk altijd bepaalde regels die je wel nodig hebt. En bent u dan uitgekomen met elkaar? We hebben die moties door de Kamer aangenomen. En daar moet een reactie op komen van VWS. Zodat wij daar met elkaar naar kunnen kijken. Maar dat is heel erg belangrijk dat we dat doen tezamen met de zorgprofessionals. Ik ben het echt van harte eens met de stelling. En ik kan het ook illustreren aan de hand van een casus die ik laatst ontmoeten bij een werkbezoek. Ik sprak daar een verpleegkundige. Het was een instelling die op de zogenaamde zwarte lijst staat. En zij vertelde dat zij zorg heeft voor een meneer, 80 plus. En hij kan niet meer zelfstandig zitten. Dus zei ze, ja, wat we hebben gedaan, we zetten hem in een zitzak. Dan heeft hij toch een plekje in de huiskamer, kan hij bij de anderen zitten en hoeven we hem niet vast te binden. Nou, dat was een hele goede oplossing. Maar dan gaat de hele groep aan tafel. Ja, zo'n zitzak aan tafel, dat past niet. Dus wat doet ze? Ze zet hem op een stoel en ze doet hem een gordel om. Je zou denken, voor iedereen fijn. Die meneer kan aan tafel zitten, met de groep mee eten. Maar de inspectie vindt het niet zo fijn. Want je moet namelijk invullen, vinkje, een vrijheidsbeperkende maatregel. En de inspectie die komt daar langs en die heeft daar een mening over. En op dat moment zou ik zo ontzettend graag willen dat een gesprek plaatsvindt tussen de inspectie en degene die zorg verleend heeft, waarom dat gebeurd is. Dat dit eigenlijk alleen maar winst is voor alle mensen, voor de mensen die daar wonen. En ik zou dus ook echt heel graag willen dat er veel meer vertrouwen komt in de medewerkers, in de zorg. En natuurlijk, hè, we hebben het net ook gehad over, moet dan alles maar van tafel? Moeten al die regels dan maar weg? Je moet een basisveiligheid hebben, maar het is nu absoluut doorgeschoten en je kan niet alle narigheid, alle incidenten in regels vatten. Dat is een illusie. Dan ontneem je het vertrouwen in een zorgprofessional en dat wil ik echt terug. We moeten echt af van die incidentenpolitiek en volgens mij zegt iedereen dat, hè, die hier bij dit tafeltje staat, je kunt niet alle incidenten wegregelen. Dat gaat gewoon niet. En we zullen ook in de politiek, maar ook in de samenleving, moeten accepteren dat als je vindt dat een verpleeghuis of welke andere setting ook, dat zoveel mogelijk als thuis is, dat er ook wel eens dingen gebeuren die ingewikkeld zijn. Maar wees er dan transparant over, wees er eerlijk over, dan kunnen we daar met elkaar van leren. En daarbij past vertrouwen in de zorgprofessional en terughoudendheid van de politiek. We hebben al verschillende voorbeelden genoemd hoe we dat kunnen veranderen. Maar het begint met één uitgangspunt. En dat is dat we echt weer vertrouwen in de zorgverlener moeten krijgen. Ook als politiek, ook als zorgverzekeraars. We hebben de best opgeleide zorgverleners, doktoren, verpleegkundigen, verzorgenden van heel Europa. Dus het uitgangspunt moet zijn vertrouwen in plaats van wantrouwen. Want wantrouwen zorgt voor regels. Wat wil ik dan concreet schrappen? En laat ik een aantal voorbeelden noemen die nog niet genoemd zijn. We hebben afgelopen jaren hebben een aantal zorginstellingen gehad die een regelarme experiment hebben gehad. En dat ging echt goed. Dat was inderdaad op verzoek van de Kamer. Maar je merkt dat het nog steeds maar een aantal instellingen zijn die dat aan het doen zijn. Waarom zorgen we er met elkaar niet voor, als politiek en als zorg zelf, dat eigenlijk alle instellingen in Nederland dat weer regelarm kunnen maken? Het tweede voorbeeld is het roer moet om.
De huisartsen hebben echt fantastisch werk gedaan door hoog op de agenda te zetten om tot minder regels te komen. Dat moeten we elke beroepsgroep gunnen. Dus de fysiotherapeuten die nu bezig zijn, de apothekers die nu bezig zijn, de diëtisten. Laten we zorgen dat we die stap in elke sector gaan zetten en weghalen de regels die wij kunnen als politiek, de zorgverzekeraars, maar soms ook de inspectie voor de gezondheidszorg die ook met zulke bergen naar binnen komt lopen. En als laatste, we hebben een heleboel gemeenten zorg overgedragen aan gemeenten. Die komen allemaal met individuele verschillende eisjes. En als ik dan met een psycholoog praat over wat hij voor 50 gemeenten moet invullen, dan schrik ik, dan denk ik, die man komt niet meer toe aan zijn werk. Dat moet ook veranderen. En daar kunnen we eigenlijk nu al mee beginnen. En daarvoor hebben we elkaar nodig. Want er is vaak kritiek op de politiek en dat mag. Wat wij doen, daar kunt u alles van vinden. Maar we waren eensluidend in de politiek over dat experiment regelarme zorginstellingen. Dat was, Hanke zei het terecht, in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Die regels die daar geschrapt werden, waren ook de warme koelkastenregels. Nou hebben we wederom politiek breed gezegd, ga dat nou overal doen. En dat loopt toch vast. Dus misschien moeten wij ook met elkaar afspreken dat wij op dat vlak niet het probleem zijn, maar dat dat dus elders ligt. En dan hebben we dus ook de zorginstellingen nodig die een vuist maken en zeggen, we kunnen dus niet doen wat de politiek wil. Gaat door aanpassing van wet en regelgeving zorgen voor 50% reductie van administratieve lasten. Marcel Levy heeft ons uitgelegd dat het getallen een relatief begrip is. Maar toch, u snapt wel wat we hiermee willen. Gaat u er echt vol voor? En nou mag u nog een keer even gaan uitleggen waarom wel of niet. Nee, dat mag niet. De motie komt in stemming. En wij vragen de verschillende leden en kandidaatleden hoe zij daarover zullen gaan stemmen. Meneer Rutte, ja of nee? Ik zet me er vol voor in om die administratieve lasten 50% te reduceren. Dat kan helaas niet alleen met wet en regelgeving. Dus zoals die hier staat, moet ik er tegenstemmen. Okay. Maar de doelstelling, de reductie van de administratieve lasten, wil ik doen samen met u. En samen kunnen we het wel. Oké. Okay. Meneer Dijsselbloem. Het is ongelooflijk ambitieus, zeg ik heel eerlijk. Maar ik denk dat het kan als we een paar grote fundamentele keuzes echt anders maken. Okay. En dat heeft te maken met samenwerken versus concurrentie, wantrouwen of vertrouwen en op een andere manier controle en verantwoording. Maar in principe zou u hier wel uw handtekening onder willen zetten? Nou, ik denk dat we hier echt voor moeten inzetten. Okay. Meneer Klaver, u bent van willen is kunnen, dus u kunt niet ontsnappen met ik wil het wel, maar we kunnen het niet. Gaat u meedoen? Nou ja, dat wilde ik dus eigenlijk zeggen, dus ik probeer nu iets anders te bedenken wat ik hierover zou kunnen zeggen. Maar het mogen helder zijn, dit is wat we moeten gaan doen en we kunnen het wel hebben achter, we gaan ons hiervoor inzetten. Volgens mij is dit gewoon wat we moeten gaan doen en dit zou eigenlijk een doelstelling moeten zijn in een nieuw kabinet, in een nieuw regeerakkoord. Okay, dus u zegt ik wil het zelfs meenemen als een soort vertrekpunt, we moeten hier met elkaar. Kijk, omdat je het namelijk heel snel, je ziet het ook, we zijn het erover eens, volgens mij moet je het als harde doelstelling neerzetten. Dan kan je er ook op af worden gerekend als het niet lukt. Leonie Sazer. Nou ja, 50% is natuurlijk redelijk wild gekozen, maar het is een heel erg mooi streven. En ik denk dat als we inderdaad die zorgverzekeraars ertussen uithalen en al die verschillende regels, dat dat al heel erg veel scheelt aan managers, aan overhead. En dat we dan toch al een heel flink eind komen richting die 50%. Ja. Dus ik zeg ja. U zegt ja. Kees van der Staaij. Ik leg, net als collega's, de motie ook graag zo uit dat ik ervoor kan zijn. Want er moet zoveel mogelijk gesnoeid worden in die regels. Ik steun de bedoeling van de motie. Bij 48% geven we u ook gelijk. Dus de minister, Rens Kleijten. Ik stem voor en ik beloof u dat als het volgende kabinet het niet haalt, dat ik daar kamervragen over zou stellen. Oké, dat is helemaal mooi. Ja, ja, ik stem ook voor. Ook met de aantekening dat die 50% via wet en regelgeving wel heel erg ambitieus is. Maar ik vind het doel moet het absoluut zijn. En ook wat mij betreft is als we kijken naar de zorg. En we kijken naar die wet en regelgeving. En die enorme administratieve lasten waar mensen last van hebben in de zorg. Dan moeten we juist om ook de zorg beter te maken, moeten we die ook verminderen. Want ik ben ervan overtuigd dat als er vanuit vertrouwen in de sector wordt gewerkt en vertrouwen in de professionals, dat we dan automatisch gaan zien dat de zorg ook minder duur wordt. Okay. Carla Dikvamer.
Ja, ik mis in deze motie de overwegingen, de constateringen. En voor mij zou echt zijn, overwegende... Ik wil het wel voor je maken. De Kamer, gehoord, de beraadslaging. Dat we vertrouwen willen teruggeven aan de zorgprofessie. Maar gewoon even het idee erachter, zeg maar dan. Hè? Nee, maar ik vind het heel belangrijk dat we weer vertrouwen gaan geven aan de zorgprofessional. Daar begint het mee. De medewerkers in de zorg, de mensen die hier in de zaal zitten, die weten wat nodig is. En dat is voor mij wel een ontzettend belangrijke overweging, constatering, zo u wilt. En ik denk als we dat met elkaar gaan doen, dat dan inderdaad die 50% reductie heel goed haalbaar is. Nou, we komen een end hoor met deze motie. Ja, en dat moeten we echt hier ook met z'n allen gaan doen. En het begint met vertrouwen. Vertrouwen in de kracht van de zorg, de mensen die hier werken en het feit dat je het echt over kan laten aan de zorg.